What's up guys, it's your boy Jun020 en ik ben vandaag hier met echt een kut video. Het is zondag, we zijn de hele dag geweest racen in Lelystad. We hebben een topdag gehad, daar niet van. Maar zaterdagavond is altijd straatrace zoals jullie weten. En gisteravond, ik weet niet, ik had gewoon geen zin, het voelde gewoon niet goed. Dus ik ben lekker thuis gebleven, lekker uitgerust. Zodat ik vandaag fris kon. En ik ben blij dat ik niet ben gaan rijden, want het is echt een pechnacht geweest. Er zijn twee motorrijders overleden vannacht. Als eerste in Papendrecht, als ik het goed zeg, is een jongen met een Hayabusa overleden, Chino. En rest in peace, Chino. Sowieso, ja, dat is altijd kut. En nu hoorde ik dat vandaag is het dochtertje is 7 jaar geworden. Dus op de dag van haar verjaardag heeft ze gehoord dat haar vader is overleden. Ja, dat breekt gewoon mijn hart. Hey! Hou op jullie! En ja, dus dat breekt gewoon mijn hart, weet je, die kleine meid. En er was vandaag een hele grote groep motorrijders, die zijn naar zijn huis toe gegaan. En die hebben happy birthday gezongen voor zijn dochter. En shit, ja, dat breekt gewoon je hart, maar die kleine meid is net 7 geworden. Maar ik wil even iedereen bedanken die vandaag daar aanwezig was. Dat is, wat ik al eerder heb gezegd, dat is de laatste eer die je kan bewijzen. Dus thanks guys dat jullie allemaal zijn gegaan en meiden, echt top. Nou is er ook gisteravond hier in Noord een ongeluk geweest. En die jongen die kende ik wel persoonlijk. Dat was Paul Verduin. Rest in peace. Hij is bij de oprit van de, A9, van de A10 in Noord hier al. Heeft hij een ongeluk gehad. Is hij geschept door een dronken automobilist die door rood reed. Hij reed met de motor gewoon netjes door groen. En als jullie de laatste Dutch Rideout video hebben gezien. Die dronebeelden die ik heb gebruikt. Die waren allemaal gemaakt door Paul. Echt een fucking aardige gozer, heel relaxed, een aantal keer mee staan praten en ja, echt een topper. En dat hij dan op zo'n manier aan zijn einde komt, ja, dat is gewoon echt kut. Dus ja, dat weet je, vandaag ben ik wel wezen racen gewoon omdat het al langer gepland stond, maar ja, ik hoorde daar ter plekke hoorde ik dat het Paul was die overleden is, dus is echt fucking kut. Maar goed, deze week is waarschijnlijk de begrafenis en dan willen we met een grote groep willen we er naartoe gaan. Dus als er jongens zijn die zouden willen komen om een laatste eer te bewijzen, graag. Hoe groter de groep, hoe beter. En hou mijn Instagram in de gaten. Hou mijn Instagram in de gaten. Jur-020, net als mijn YouTube kanaal. En dan zal ik daar posten wanneer de begrafenis is. En hopelijk kunnen we met een grote groep kunnen we een laatste eer bewijzen aan hem. Ja, het is gewoon weer even een wake-up call, guys. Dat we gewoon allemaal fuck. King voorzichtig moeten doen. Ik weet dat sommige mensen kijken die misschien denken van ja, maar je rijdt zelf als een imbecil. En dat, maar als er mensen zijn die langer naar mijn video's kijken, dan weten jullie dat ik rijd hard, ik rijd vlot. Maar als het niet kan, doe ik het ook niet, weet je. En nogmaals, deze situatie, hij reed gewoon door groen heen, hij deed helemaal niks verkeerd. En een automobilist dronken rijdt door rood heen. En ja, de foto's gaan ook op wie rijdt. Ik ga ze niet erin editen, want het is allemaal veel te heavy. Maar hij lag zeg maar even 100, 150 meter. Ik denk minimaal 100 meter lag hij verderop van waar die is aangereden. Dus kan je nagaan met wat voor snelheid die klapper is geweest. Dus jongens, alsjeblieft, doe allemaal fucking voorzichtig. En ik hoop dat ik heel veel van jullie ga zien bij de uitvaart deze week. En ja, kut nieuws, kut video, maar ik wou het toch eventjes met jullie erover hebben. Dus dat guys, ride safe. En we zien elkaar snel. Muscle.